Beleggen in ETF's is heel populair en het wordt de laatste jaren ook steeds populairder. En dat is ook ja, heel normaal eigenlijk, heel logisch, laat ik het zo zeggen. Want het beleggen in ETF's heeft ook heel veel voordelen en vooral ook juist voor beginnende of particuliere beleggers. Maar het wil natuurlijk niet zeggen dat er alleen maar voordelen zijn aan het beleggen in ETF's. Er zijn zeker ook nadelen. En in deze video wil ik vijf nadelen van het beleggen in ETF's bespreken. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een Passiefinkomen.nl. Waar we in deze video dus gaan kijken naar ETF's, naar de nadelen van ETF's. Maar misschien ben je nieuw met ETF's. En is het dus ook wel interessant om even kort te gaan kijken naar de voordelen daarvan. En het eerste voordeel is dan spreiding. Want zoals gezegd, ETF's worden steeds populairder. En vaak ook bij beginnende beleggers. Is het een heel interessant iets. Om te beginnen met het beleggen in ETF's om een portfolio op te bouwen, omdat je op deze manier eigenlijk heel makkelijk kunt beginnen en tegelijkertijd ook al meteen spreiding kunt toepassen in je portfolio. Kijk je bijvoorbeeld naar de ETF VWRL van Vanguard, dan beleg je wereldwijd in meer dan 3750 aandelen. En zo heb je dus met één ETF spreiding over verschillende continenten, landen, industrieën en sectoren. En dan komen we bij het tweede voordeel, dat is het rendement. Want ondanks die spreiding zoals we net hebben gezien wil dat niet zeggen dat je geen goed rendement kunt halen. Zeker wanneer je voor een ETF gaat die een index volgt, zoals bijvoorbeeld de AX of de SP 500 in Amerika, kun je uitgaan van dat je op de lange termijn een gemiddeld rendement weet te behalen. Het gemiddelde rendement van die index die die volgt. En dan klinkt het misschien... Gemiddeld rendement klinkt niet heel geweldig. Je wil waarschijnlijk een beter rendement doen. Maar ook zeker met een gemiddeld rendement kun je een heel mooi portfolio en dus een eindvermogen opbouwen. En heel belangrijk, de meeste actieve beleggers die dus heel veel aankopen doen, verkopen, heel veel bezig zijn met beleggen, op de lange termijn zullen zij waarschijnlijk ook niet dat gemiddelde verslaan van een index. Dus waarom zou je al die moeite gaan nemen, zou je zeggen? En het gemiddelde rendement van 7% betekent nog steeds dat jouw geld verdubbelt na 10 jaar. En dan komen we aan bij het laatste voordeel dat ik wil bespreken: en dat zijn de lage kosten. Want als je voor een ETF gaat, kan je vaak kiezen dat een ETF ook lage kosten heeft. Zeker naarmate de ETF, het fonds, zeg maar groter is. En zeker ook als het een index volgt, en dus minder vaak eigenlijk transacties doet. Kan dat betekenen dat je heel lage kosten hebt? Kijk bijvoorbeeld weer daarom naar VWRL, dan zien we dat daar de lopende kosten 0,22% per jaar zijn. En die volgt dus wereldwijd bijna 3750 aandelen. Kijk je naar VUSA, een ETF van Vanguard, die de SP 500 in Amerika volgt. Dan zie je dat daar de kosten zelfs 0,07% per jaar zijn. En dat zijn dan de lopende kosten. Natuurlijk moet je ook naar andere kosten gaan kijken, zoals valutakosten of transactiekosten. En daarom vind ik de Giro interessant als broker. Zij hebben namelijk de Giro Kernselectie, een selectie van 200 ETF's die je maandelijks zonder transactiekosten kunt kopen of verkopen. Wil je meer informatie over de Giro? Over de kernselectie of een account openen. Klik dan op mijn affiliate link onder deze video. Maar dat waren dus de voordelen die ik wilde bespreken. Laten we nu ook vooral gaan kijken naar de nadelen van ETF's. En in deze video wil ik vijf nadelen gaan bespreken. Dit zijn de nadelen waar ik direct aan denk. Die ik denk ook belangrijk zijn voor beleggers, voor beginnende beleggers. Maar heb jij nog andere nadelen die je graag wilt delen? Laat dat dan zeker weten in de reacties onder deze video. Het eerste nadeel dat ik wil bespreken is de risicospreiding. Want misschien denk jij: "Ik kies voor een ETF, dus ik heb spreiding." Dat is goed, maar dat is zeker niet altijd het geval. Aan de ene kant, ja, je hebt spreiding over meerdere aandelen, maar dat betekent niet dat je ook de juiste spreiding hebt. Laten we bijvoorbeeld twee voorbeelden pakken. Als je een ETF pakt die een bepaalde sector volgt, dan heb je natuurlijk verdeling, spreiding over verschillende bedrijven binnen een sector, laten we zeggen 25 bedrijven binnen een sector, maar wel allemaal binnen dezelfde sector. Is dus heel gevoelig als er iets met die sector is. Ga je kijken naar een bepaald land, volg je een index zoals bijvoorbeeld de AIX hier in Amsterdam. Dan volg je natuurlijk 25 totaal verschillende bedrijven, Nederlandse bedrijven, maar wel allemaal bedrijven die eigenlijk in hetzelfde land gevestigd zijn. Kan ooit om politieke redenen misschien juist minder interessant zijn en dus helemaal niet zo gespreid zijn. Of aan de andere kant, misschien kies jij wel voor VWRL, denk je, meer dan 3750 bedrijven wereldwijd. Dat is heel veel spreiding, dat is wat ik zoek. Dat klopt, je hebt heel veel spreiding. Maar tegelijkertijd, als je gaat kijken, geografisch gezien is het ongeveer 60% van die ETF is Amerikaanse bedrijven. Dus misschien vind je dat dan wel weer te weinig spreiding, dat er misschien te veel van jouw vermogen, die 60%... Toch weer in één specifiek land zitten. Een ETF biedt spreiding over meerdere aandelen. Het is alleen de vraag: biedt het ook de spreiding waar je naar op zoek bent? die bij je past. Dus kijk altijd heel goed naar welke spreiding een ETF biedt. En eventueel combineren het door meerdere ETF's samen te kopen. Een tweede nadeel van een ETF kunnen hoge kosten zijn. Want we hebben net een voorbeeld gezien dat het relatief lage kosten zijn, maar dat is zeker niet bij alle ETF's het geval. En vaak kun je wel zo kijken naar als een ETF heel specifiek is, dan is het vaak dat er wat hogere kosten mee gemoeid zijn en is de ETF, is het een fonds wat niet zo heel groot is, ook dan heb je vaak te maken met wat hogere kosten. Naarmate een ETF dan meer vermogen heeft, het fonds groter wordt, zul je vaak wel zien dat de kosten uiteindelijk gaan dalen. Maar kijk bijvoorbeeld naar de SP 500 fonds van Vanguard, is natuurlijk een heel breed fonds dat een heel populaire index volgt. Heel veel beleggers zullen dus dit, deze ETF kopen. Um, dan zul je zien dat hier misschien één of twee fondsmanagers op zitten, misschien wel meer, maar in ieder geval die kosten, weinig transacties ook, die kosten kunnen verdeeld worden over een heel groot portfolio, over een heel groot fonds en dus eigenlijk per dingen per jaar zijn de kosten heel erg laag. Ga je kijken naar een meer specifiek fonds, bijvoorbeeld een waterstoffonds, ook dit fonds, één of twee fondsmanagers, die kosten kunnen dan eigenlijk verdeeld worden over een veel kleiner fonds, waardoor er eigenlijk de totale kosten dus hoger zijn. Dus kijk altijd naar die kosten, naar de TER, de, -E de Total Expense Ratio, kijk naar wat dat is voor een bepaalde ETF en zijn ze wat hoger, ga dan voor jezelf naar ben ik bereid deze extra kosten te betalen omdat het een bepaald voordeel heeft of juist niet. Een derde nadeel en een vaak besproken nadeel ook wel is het dividendlekkage, want natuurlijk je zult vaak zien dat een ETF vaak gevestigd is in bijvoorbeeld Ierland, dat is um, heel interessant. Je hebt een 0% dividendbelasting bijvoorbeeld. Maar wat je dan ook zult zien... omdat daar de ETF, het fonds, gevestigd is... in dat fonds zitten heel veel andere bedrijven. Bedrijven die in heel veel andere landen zitten. En die bedrijven keren misschien wel dividend uit. Nou, dat wordt dan ontvangen door dat fonds. Maar het betekent wel dat niet altijd... alle dividend die betaald is teruggevorderd kan worden. Normaal, wanneer jij een eigen los aandeel in bezit zou hebben... zou je dat bijvoorbeeld kunnen verrekenen met de Belastingdienst. Is er vaak in Nederland zeker... Heeft heel veel belasting verdragen, kan misschien belasting over Amerikaanse aandelen die jij direct hebt, die kun je weer verrekenen. Maar juist omdat deze ETF dus in Ierland gevestigd is en zij 0% dividendbelasting hebben, kun je dit juist niet meer berekenen op deze situatie. En kan het dus zo zijn dat juist omdat je deze situatie kiest, omdat je een ETF koopt, je indirect dus wel dividendbelasting betaalt, omdat je eigenlijk niet alle betaalde dividendbelasting terug kunt eisen, terug kunt verrekenen is het eigenlijk meer... Kijken we dan naar het volgende punt, dat is de keuzevrijheid. Natuurlijk heb je altijd de vrijheid om wel of niet een ETF te kiezen. En ga je voor een bepaalde specifieke ETF, bijvoorbeeld de SP 500, dan zul je ook zien dat van die index er heel veel verschillende aanbieders zijn. Dus je kunt ook heel veel verschillende ETF's kiezen uiteindelijk. Maar dat is niet de keuzevrijheid die ik bedoel. Ik wil juist naar de aandelen kijken die in een ETF zitten. Want vaak wordt dat bepaald door degene die het uitgeeft. Of afhankelijk van welke. Uh, indexen, eigenlijk nabootsen. Daar wordt eigenlijk bepaald welke aandelen worden opgenomen in een ETF. En laat als voorbeeld even de waterstof-ETF nemen van Van Eck. Puur even als voorbeeld, omdat ik daar weet dat een paar uh, aandelen in zitten die ik niet zo interessant vind, bijvoorbeeld. Dus waar we gaan kijken, bijvoorbeeld, trouwens, als je hier begint met een ETF, kijk je altijd even het overzicht. Ga je naar beneden scrollen, zien we hier bijvoorbeeld het belegde vermogen. Dit fonds is zo'n 108 miljard dollar waard. Niet zo'n heel klein fonds, maar ook niet heel erg groot bijvoorbeeld. De uh, jaarlijks lopende kosten zul je ook altijd terugvinden. T de TER, zoals ik eerder zei, 0,55% voor dit fonds. Maar gaan we kijken naar de posities. Dan zie je welke aandelen, welke bedrijven zijn opgenomen in deze ETF. Dan zie je bijvoorbeeld alle posities. Nel ASA, uh, dat is bovenaan de grootste positie, zo'n 11,6%. Uh, Air Kiet. Linde, heel veel bekende bedrijven vaak, Ballard, Mitsubishi. Maar we zien bijvoorbeeld ook PlugPower, een aandeel dat ik ooit heb gehad, maar ook heb verkocht uiteindelijk omdat ik er niet zo heel positief over was. PlugPower is natuurlijk wel bezig met waterstof en dat soort systemen. Maar je ziet eigenlijk dat twee belangrijke aandeelhouders ook klant zijn. Ik geloof dat het Amazon bijvoorbeeld is, dat ze eigenlijk heel veel verlies maken op dat soort producten, dat ze hun belonen met aandelenuitgiften. In ieder geval, voor mij een los aandeel niet interessant om te hebben. Maar zou ik deze ETF kopen, betekent dat wel dat ik voor zo'n 6,06% dus investeer in principe in aandelen van dit bedrijf. Kijk bijvoorbeeld een paar posities lager, zien we Nicola. Nicola natuurlijk de laatste paar jaren bekend, vooral vanwege het schandaal. De CEO is volgens mij inmiddels veroordeeld ook voor een gevangenisstraf, voor juist het oplichten van beleggers. Toen beloofde hij heel veel voor waterstof. Ik weet eigenlijk helemaal niet zo hoe het bedrijf ervoor staat. Hebben ze die techniek wel? Kunnen ze die opbouwen de komende jaren? Is dit interessant of niet? Als los aandeel bijvoorbeeld zou ik het niet zo snel kopen. Maar ook in deze situatie zou ik deze ETF kopen. Investeer ik in principe toch 3,6% van het geld in deze ETF in dat bedrijf. En dat is dus wat ik bedoel met die keuzevrijheid die je in principe niet hebt. Omdat je een ETF koopt waar eigenlijk deze aandelen standaard al in zitten. En daar heb je geen invloed op. Kan het zo zijn dat je in principe aandelen koopt die je zelf persoonlijk niet zou willen? Dat is eigenlijk ook het volgende punt, het laatste punt, het laatste nadeel. Dat is in principe de ETF-bubbel. Dat is iets waar eigenlijk Michael Burry van The Big Short, misschien kijk je de film. Eigenlijk, ook al vaker over spreekt dat juist door deze situatie, door het passief beleggen, door het ETF beleggen, wat steeds populairder wordt, er misschien ook wel juist een bubbel kan ontstaan in bepaalde aandelen. Want nemen we Plug Power of Nicola weer even als voorbeeld. En denken heel veel mensen hetzelfde over deze bedrijven, net zoals ik, dan zouden we ze in principe als los aandeel nooit kopen. Maar omdat ze in een ETF zitten, worden ze juist wel gekocht, is er wel veel vraag naar deze aandelen lijkt misschien de bedrijven het goed te doen? Lijken de aandelen populair? Neemt misschien ook de koers wel toe. Of bijvoorbeeld kijken we naar de SP 500 in het geheel. Stel, die index wordt geüpdate. Er komt een nieuw bedrijf, wordt toegevoegd aan deze index. Dat betekent dat dat al die indexen, al die ETF's die deze index volgen ook aandelen van dat bedrijf zullen moeten kopen, neemt de vraag naar dit aandeel toe, neemt de koers waarschijnlijk toe, terwijl het eigenlijk helemaal niet wil zeggen dat het aandeel heel erg populair is, dat het goed gewaardeerd is of dat het een goed bedrijf is om in te investeren. En vooral dus juist nu passief beleggen heel populair wordt en zeker bij die indexfondsen waar miljarden dollars of euro's in iedere maand, misschien wel iedere dag in worden geïnvesteerd, kan er dus een situatie ontstaan dat sommige aandelen of sommige indexen dus eigenlijk Sprake is van een bubbel wat er eigenlijk interesse is in aandelen dat die gekocht worden. Terwijl er misschien juist helemaal niet zoveel interesse in is. In deze specifieke aandelen. Maar dat waren de voordelen en de nadelen die ik wilde bespreken in deze video. En laat ook zeker weten als jij nog voor- of nadelen hebt die je zeker belangrijk vindt. En die je wilt delen met de kijkers van deze video. En laat dat dan ook zeker weten in de reacties onder deze video. Vond je het een leuke interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien in de toekomst? Ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik op abonneren om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou bedanken voor het kijken. Wil ik jou een fijn weekend wensen en hoop ik jou bij de volgende video te zien.